En we're live. Dankjewel, dit is Die Mango Show. Ik heb hier een hele speciale gast, heb ik me laten vertellen. Regisseur. Jazeker. Ja? Mm-hmm. Van tv, van films. TV, commercials en af en toe een pornofilm. Pornofilm? Ja. Oh, interessant. Ja. Doe je daar dan ook zelf aan mee? Ja. Het is gewoon op de iPhone, ja, klopt. Oké. Ja, ja. Je ziet er ook een beetje porno weer uit. Dat is wel de bedoeling, hè? Ja, doe je het goed met de meisjes? Lukt de part? Nee. Nee. Dat gaat niet zo goed, nee. Nee. Nee, dus je hebt geen vriendinnetje op dit moment? Nee, tof dat je dat even weer opbrengt. Nee. Dus is er iets ergs gebeurd? Heb je een lastige break-up gehad of zo? Nee, gewoon niemand vindt mij leuk. Dus vandaar. Oh, dat meen je? Ja. Oh, wat kut. Dus zeg maar dat eerste stadium wat je nodig hebt om een vriendin te hebben, dat gebeurt nooit. Dat gebeurt niet? Nee. Oh, zeg maar. Nee. Dus je moet eerst een relatie hebben om een break-up te hebben. Dat is waar, dat is waar. En ook nooit een relatie echt gewoon gehad is? Ook niet? Ook niet. Nee? Nee. Dus hoe kan dat nou? Weet ik niet. Geen vriendschappen. Nee. Dus je hebt ook geen vriendschap? Nee. Je hebt geen vrienden op dit moment? Nee, ook niet. Nee. Oh, verder. Nou, dus gaan we het hierover hebben? Nee, eenzaam ik ben? Nee, zeker niet. We gaan het even hebben, ook over gewoon. Ik bedoel, je hebt, omdat je geen vrienden en geen vriendinnen hebt, lijkt het me dat je heel erg kan focussen op je tv-werk, hè? Ja. Wat ook niet zo heel erg goed gaat. Dat gaat ook niet zo erg goed. Nee. Ik weet niet, als er mensen nu kijken, de 5 mensen die kijken, als je vrienden wil worden of als je werk hebt, dan... Zet ik zijn telefoonnummer hier onderin en dan kan je hem gewoon bellen. Hij heeft vrienden nodig, duidelijk. Ja. Tof. Oké, nou ja, wat is het project dan waar je nu mee bezig bent voor tv? Even kijken, even weinig tv-dingen. Ik doe wel een soort internet. Wil je het horen? Ja. Nee, ik ga een internetserie maken over een maand. Dus even geen televisie. Ja. Echt waar? Dus ook een soort webisode ding. En dat wordt wel cool. Oké. Ja. En heb je daar heb je echt al een draaiboek voor? En heb je echt al nog niet. Het idee is dat we de oude Dakar race gaan rijden. Dus dat is van Parijs naar Senegal, Dakar. Mm-hmm. Met een aantal BN'ers. Oké. En dat beloof een tof programma te gaan worden. Noem eens een paar BN'ers op. Ik mag dat helaas nog niet vertellen. Noem eens een paar BN'ers op. Gewoon random. Random, BN'ers nu? Ja. Nou ja, doe maar. Henny Huisman. Vet. Wat rijdt hij dan? Dat weet ik niet. Het is gewoon een random BN'er. Maar zijn er wel enigszins details die je wel mag onthullen? Over dit project nog niet. Dus misschien zou ik het niet eens moeten opbrengen. Nee, misschien dat je dat niet moet doen. Ja, zijn er wel misschien dingen waar mensen je wel weer van kennen of niet? Of alleen maar van dingen waar ze je van gaan kennen? Of? Ik heb wel wat bekende programma's gemaakt. Ja? Voor BNN veel 3 op reis, veel reisprogramma's. Vorig jaar Sorry voor Alles. Een groot verborgen cameraprogramma, waar jij fan van was. Weet je nog die ene aflevering? Die dat was zo te gek, man. Ja. Gaan we trouwens doen alsof we elkaar niet kennen? Oké, fuck it. Nee, dit is mijn broertje. Dit is Stefan Miras, mijn kleine broer. Nou ja, daarom was het net zo... Vervelend. Vervelend, inderdaad. Yeah. Maar mag ik jou wat vragen? Ja, tuurlijk. Omdat ik als jouw kleine broertje hier ben, ben je dan extra op je gemak omdat je me kent? Of is het... Oh, er komt even een koffie aan. Er komt... Ja. Ah, wat is dat nou weer? Nou, kijk, nou eens dankjewel. Even. Ik krijg gewoon een kopje koffie erbij. Dankjewel. Oh, alleen jij. Met 3 suiker. Ja. Precies zoals ik het wil. Oké, nou ja, te gek. Hey, dankjewel. Dankjewel. Nou... Alles voor elkaar. Of ik op mijn gemak voel. Ja, nou. of heb je juist, ben je extra nerveus omdat je weet dat ik het moeilijk ga maken voor je? Ik wist dat je het moeilijk voor me zou ging maken. Ik wist ook wel gewoon dat jij, zeg maar net als met improv, dat je gewoon dat je altijd nee zal zeggen op alles waar ik gewoon een positief antwoord op verwacht. Zeker. Dus dat, je moet sneller nadenken bijvoorbeeld als er suiker in je... Dat is inderdaad, maar dan moet je laat heel ik het, snel... Ja, snel handelen. Nou ja, weet je, laat ik suiker net lekker vinden, dus ik vind het niet echt een heel groot probleem. En een koekje zou ik ook wel voorbij doen. Wat lekker. Ik heb echt zin hier. Te gek. Het gaat wel goed. Lekker programma, Sam. Ja. Maar goed, wij zijn inderdaad dus met elkaar samen opgegroeid. Ja. Heb je nog een paar
Nou, vervelende verhalen over mij te vertellen. Ik bedoel, gooi ik nu maar gewoon lekker in de lucht. Even kijken. Ik weet niet vervelende verhalen over jij. Even kijken. Ik weet nog dat, dat je vroeger altijd dingen op me spuugde. Oh ja. En nee, we hadden wel een goede relatie. Ja. 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 Vanaf welk moment is er... ja, dat is toch compleet gewoon misgegaan. Ja. Ja, weet je, dat heeft toch te maken... Misschien is het... Ja, met, ik denk dat het aan jouw vader ligt. Ja. Ja, dat kan wel. Hij was niet zo'n... niet zo'n aanwezige man. Net als jouw vader. Nou, hebben onze vaders wel gemeen inderdaad. Ja. Hoeveel sterren geef je dit interview tot nu toe? Ik geef het, ik weet niet. Ik heb wel zin om heel veel op je te gaan knoeien nog. Om het nog iets van te maken. Uit wanhoop. Maar. Maar het wordt in ieder geval geen professioneel interview. Dat was wel de bedoeling. Maar okay. Ik bedoel, je hebt het al van de get-go heb je het al een beetje voor me verpest. Ik heb het al verpest. Ja, moet ik zeggen. Nou ja, ik weet wel gewoon dat je wel gewoon een relatie ooit gehad hebt. Dus dat was... Een leugen. Een leugen. Ik weet ook dat je vrienden hebt. Ja. Dus daar ging je ook al gewoon net al een beetje de mist in, hè? Ja. Dat is waar. Excuses? Ja, graag. Oké. Okay. Doe maar. Het spijt me dat ik heb gelogen. Nou ja, aanvaard. Ja. Ja. Maar dit is jouw show. Dit is mijn show en jij bent een gast die eigenlijk, ik vind jou wel interessant. Dus niet veel mensen delen mijn mening. Nee. Dus ik dacht gewoon, ik gooi je nu gewoon een beetje, ik wil je wat exposure geven om toch even te bewijzen dat je wel gewoon een interessante dude bent. Maar, ja, dankjewel. Dus misschien wil je gewoon even gewoon de mensen overtuigen, misschien even iets over jezelf vertellen. Om te zeggen waarom je zo een interessante dude bent. Nee. Dus ik doe ook voornamelijk veel reisprogramma's. Ja. Ik heb ook vorig jaar in het seizoen De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld gedaan. Een paar afleveringen. Dat is ook weer een programma waar we en mooie tv maken, vind ik. En heel veel reizen. Dus dat doe ik het liefst. Toch wel, nog steeds. En, ja. Heb je zeg maar wel gewoon... Je bent freelancer. Ja. Dus je kan ook elk project gewoon even afwegen en bekijken. Zijn er ook heel veel projecten die je afwijst? Omdat het... Niet op locatie is? Nou, nee, kijk, ik denk of het moet gewoon echt een mooi programma zijn. Of het moet gewoon goed betalen. En ja. Dat is vaak ook niet het geval. Dus dat is ook een reden om iets af te blazen. Nee, maar over het algemeen... ik wil niet zeggen, ik heb geluk dat ik dat mag doen. Ik heb er wel hard voor gewerkt. Maar ik zit wel in een goede positie nu. Ja. Maar zou je je integriteit zeg maar te grabben gooien als het bedrag juist is? Want ik bedoel, als het programma echt jou niet aanstaat, maar je krijgt er wel goed geld voor, zou je dat toch voor over hebben? Nee, dat doe ik niet. Nee, wordt wel af en toe wordt dat aangeboden. Nee, ik moet wel zeggen dat hoe ouder ik word, hoe belangrijker mijn integriteit juist is. Mm. Dat ik ook echt merk dat, ik denk dat ik daar het meest trots op ben in mijn carrière. Dat alles wat ik heb gedaan, heb ik on my own terms gedaan. En eigenlijk heel weinig concessies gedaan. Ja. Terwijl ik weet hoe het spel werkt. Ik ben niet dom. Ik snap dat als ik bepaalde... reet had gezoend of bepaalde dingen had gedaan, dat je dan verder komt of bepaalde dingen mag doen, maar dat... Nee, ja, daar sta je nog steeds uit. Ik bedoel, jij weet ook dat bepaalde punten in je leven, dat je als jij een kont had gezoend, had je op een hogere positie. 100%, ja. Die momenten die herken je in je leven, dan denk je, ja, nee, ga ik niet doen. Dan noemen ze zo'n punt op in je leven. Welk punt was dat geweest dat jij een kont had kunnen zoenen, maar niet hebt gedaan? Nou ja, ik ben wel eens bij grote bedrijven geweest waarin er een bepaalde positie openkomt voor een regisseur. En er zijn er dan een paar mensen die daarvoor in aanmerking komen. En dat is dan zo'n moment dat iedereen naar de bepaalde persoon die de macht heeft toe gaat. Ja. En gaat slijmen en weet ik veel wat, uit eten nemen, allemaal dat soort bullshit. Ja. Ik ben dan altijd degene, ik ga dat niet doen. Nee, maar weet je wat ik vaak heb, altijd ook dan in een bedrijf, is dat... Dat ik altijd verwacht dat mensen daar wel doorheen prikken. Zo van, je ziet toch dat hij een kont likt. Yeah. Weet je, dat ze dan uiteindelijk zelf naar je toe komen. Zo, hij likt geen kont. Dus, zou denken dat het wordt gewaardeerd. Ja, maar dat is niet zo. Nee. Heel af en toe, maar vaak ook niet. Nee, het lijkt wel alsof die mensen gewoon... beloond worden. Ik ben hier ook zo gekomen, dus nu wil ik dat jij dat bij mij doet. Ja. 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 Nee, is waar. Ja, vreemd is dat inderdaad. Dus, met de programma's, weet je, ik bedoel... Ik zie jou ongeveer heel van een jaar niet, want je bent echt overal geweest. Ja. Is er een locatie, een land wat nu echt gewoon jouw favoriet is?
Nou, ik denk dat mijn favoriete bestemming toch wel Japan is. Ja? Ja. Omdat ik, het is sowieso een fantastisch land, maar ik ben eigenlijk al vanaf kind af aan, dat weet jij ook, echt grote fascinatie gehad voor Japanse cultuur. En voor piemels. En voor piemels ook. En die heb je daar ook. Is zo. Wist je dat je het Piemel Festival in Japan, dat is net geweest, is dat echt vorige week? Ja, je hebt een penis festival. Nee, dat, ik zweer het, ja, google het, dat is echt waar. Okay. En dat is gewoon een festival waar de phallus wordt geëerd. En dan gaan allemaal mensen met grote piemel ballonnen en piemel lollies en piemel outfits. Dus ik zweer het echt waar. Ik weet dat je me niet gelooft. Nee, wat in mijn hoofd nu opgaat is zeg maar, wauw, dat ik wil het bijna zelf gaan organiseren. Bij jou thuis. Je weet dat jij uitgenodigd bent. Nee, ja, dus vooral Piemel Festival ben ik veel. Ja, maar, is dat, maar zeg maar, dus dat is een van de rare dingen. Dat je, want je hebt het ook meegemaakt, of niet? Nee, toevallig heb ik die moeten missen. Ja. Nee. Ja, you catch the next one. Ja, ik pak de volgende. Ja, ik sta op de lijst. En heb je ook zeg maar, echt momenten, gevaarlijke momenten meegemaakt dat je op reis zat? Dat je echt denkt gewoon... Ja, genoeg. Ik ben ook wel op plekken geweest waar het gewoon wat gevaarlijk werd. Ik ben in Noord-Korea geweest, wat altijd wel veel spanning met zich meebrengt. Dat ligt boven Zuid-Korea, toch? Nee, dat niet. Nee, het ligt in Zuid-Amerika. Nee, oké. Okay. En even kijken. Nee, ja, ik ben wel vaak in gekke situaties beland, gevaarlijk in favela's, dat soort dingen. Oké. Okay. Dus zeg maar, dat je ook, had je dan beveiliging ook bij je? Of nee, dat niet. Vaak in Nederland doen we producties waar daar dan net geen budget voor is. niet voor de veiligheid van de eigen mensen? Nee. Oké. Okay. Oh, bizar. Zou je denken, ja. Nee. Ja. Maar ja, dus, nou, je leeft nog. Ik leef nog. Het is ook een beetje met heel veel van die dingen, heel veel landen waar mensen dan bang zijn om heen te gaan. Ja. Je moet gewoon een klein beetje street smart zijn en gewoon een beetje uit je ogen kijken. En dan valt het allemaal wel mee. Ja, klopt. Ik weet wel trouwens, dat vond ik wel grappig. Wij waren toen naar Afrika gegaan. Ja, ja. En weet je, en op een gegeven moment liepen wij door een stad heen en we liepen gewoon blindelings een wijk binnen. En opeens keken we elkaar aan en toen wisten we ook gewoon, hier moeten we niet zijn. Ja. Opeens die spanning gewoon en toen zijn we heel... Maar dat bedoel ik, ja. Terwijl als je gewoon net wat simpeler in elkaar zit, dan denk je ik heb hier toch ook recht om hier te lopen. Ja, nee. We wisten meteen gewoon, nee, hier horen we niet thuis. Nee. Het is ook grappig, we waren in Gambia en dat heette ook wel de Smiling Coast. Yeah. En toen we in die wijk waren, zagen we bijzonder weinig smiles. Heel weinig smiles. Ik zou wel wat... Dat is een goede tip voor iedereen, als je in Gambia bent en je ziet geen smiles meer, dan moet je... terugkeren naar je resort. Ja. Gewoon alleen maar op de smiles afstappen gewoon. Maar ja, dat kan ook een beetje bedrog zijn, hè? Ja, als iemand een machete in zijn hand heeft, ja, en glimlacht. Die glimlachen ook wel af en toe. Ja. Niet doen, maar jij bent, wat staat er? Je hebt nu een webserie. Dat was wel gewoon serieus. Ja. En wanneer, dat is echt die Dakar? Dat gaan we over een maand draaien, ja. En dat is dus van Parijs naar Senegal. En over gevaarlijkheid gesproken. Vroeger werd daar de Dakar race werd gehaald van Parijs naar Senegal toe. En dat hebben ze dus sinds een paar jaar veranderd naar Zuid-Amerika. Omdat er zoveel berovingen en dat soort dingen werden gedaan. Dus dat is tegenwoordig nu in Bolivia en Argentinië en Chili, volgens mij. Ja, oké. Dus dat belooft wat. Wij gaan het wel doen. Jullie? Oké. Zeg maar de oude nog. Dus Henny Huisman kan beroofd worden. Dus, dat gaat, grote kans dat je op nu.nl over twee maanden ziet dat Ron Brandstede en Henny Huisman. Ja, dat zeg maar door van die Somalische piraten gewoon meegevoerd zijn. Door Boko Haram seksslaaf zijn. Ik zie het al gewoon. Ron ook Brandstede. Wel weer een hele goede tv. Ja, tuurlijk. Nee. Ja, zolang het poepseks is. Kijk, gewoon meteen. Waar kan ik een programma van maken? Ja. Ja. Wel grappig dat het nu een webserie is. Niet heel grappig. Ik heb even een dingetje. Dankjewel. Dat het een webserie is. Want dat is op zich... Is dat een nieuwe medium waar mensen naartoe moeten gaan? Of, Nou ja, je merkt wel dat er naast televisie worden steeds meer echt hele series voor het internet gemaakt. En dat kan je ook helemaal doodsponsoren. Dus daar kan... enigszins wel budget worden gemaakt.
Je kan daar een adblocker op gooien. Dat kan ook, ja. Doe maar niet. Dan heb ik geen werk meer. Dat komt steeds meer op, ja. Het verbaast mij juist weer hoeveel tv er nog wordt gekeken en gemaakt. Daar ben ik heel blij mee, maar dat verbaast me. Want elk jaar hoor je weer van wie kijkt er nog tv? Waarschijnlijk is het over een jaar is het afgelopen. Denk je dat? Denk je, wordt nu gewoon zeg maar meer on demand, denk je? Van... Of ga internet. Ik maak televisie, ik kijk nooit tv. Ja, ik ook niet. Nee, maar niemand bijna. Zou je denken. Ja, dat moet toch. Iemand moet er naar kijken. Het blijft me verbazen dat er nog steeds programma's zijn die... Maar zijn jou ook je eigen programma's die je hebt gemaakt? Vind je ze ook interessant genoeg om er zelf naar te kijken? Dus... Ja, in principe wel. Alleen als ik het heb gemaakt, heb ik het zo vaak gezien in de montage dat ik het nooit meer hoef te zien, eigenlijk. Maar ik vind het wel een goede programma. Ik heb ook wel eens dat er afleveringen zijn die ik niet heb gemaakt en die kijk ik wel graag terug. Okay. Maar dan ook weer op het internet. Dus, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar blijf tv kijken als je wilt. Wel even gek trouwens gewoon. Hè? Want je staat altijd achter de camera's, weet je, als regisseur zijn. Heb je nooit een beetje de drang om ook voor de camera's, behalve dan nu in mijn geweldige show? Ja, nee. Nee. Nee, echt niet? Nee, ik heb die drang niet zo. Nee, nee, heel af en toe moet het. Nee, hoeft nooit. Hoezo moet dat dan? Af en toe valt een acteur uit of gebeurt er iets waardoor ik toch als regisseur even op de voorgrond moet treden. Maar nee, ik moet zeggen dat ik daar niet... Nee, liever niet. Oké. Okay, ja. Dus geen ambitie. Want je krijgt... ik heb sowieso gehoord dat de televisiewereld gewoon wel een grote seksfestijn is. Ja. Is dat iets waar jij gewoon ook een beetje erg in hebt? Of, Mooi. Mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Subtiel. On topic, actueel. Het is gewoon iets dat past in mijn mind. Ik dacht eraan gewoon. Ik dacht van, hey. Wil je voor de camera naar, hey, neuken jullie elkaar? Ja. Ik vind seks altijd een gewoon, dat kan er altijd in gewoon. Dat kan er altijd in. Dat valt wel mee. Valt eigenlijk wel mee. Nee. En ik hou het gewoon professioneel. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus je laat je niet verleiden? Nee. Wat is nou heel sereen, mooi leven. Ja, dankjewel. Dus jullie doen ook geen alcohol en zo, neem ik aan. Nee, ik ben wel altijd dronken op de set. Nu ook trouwens. Ik ook. Dus dat is mooi, komt goed uit. Nou ja, ik vind het sowieso... Ik vind het geweldig dat je er bent en dat je ook even voor mij hier even langskomt. Ja, tuurlijk. Hoe is het, comedy heb jij? Want eigenlijk is het een comedy-based programma. Dus zullen we het ook heel even over comedy 100%. Hebben? 100%. Ik weet wel gewoon, toen wij opgroeiden, wij zijn samen altijd best wel gewoon comedy-minded geweest. 100%. Weet je, dus noem eens, wat is zeg maar gewoon jouw initiële comedian waar jij echt die wereld bent gaan doorbegrijpen en waarderen? Eigenlijk wel grappig dat het komt door jou. Ik denk, ik check meer comedy bijna dan iedereen die ik ken tegenwoordig. Ik denk wel 2 uur per dag of zo. En dat is eigenlijk begonnen toen ik, denk ik, 12 was of 11. Toen heb ik ooit met jou Raw gezien van Eddie Murphy. En ik denk dat het daarmee is begonnen. Mm. En toen eigenlijk Delirious van Eddie Murphy. Vanuit dat punt ging ik gewoon comedy checken. Ja. En sindsdien probeer ik alles te checken. Ja. Ja, dus je hebt echt gewoon. En wat, als je 2 uur per dag spendeert, waar kijk je dan naar? Dat zijn oude comedy shows en podcasts en radioprogramma's. En wie zijn dan nu de hot new prospects van de comedywereld? Die mensen nog niet goed kennen. Dat is wel grappig. Ik denk, Andrew Schultz is een guy uit New York. Die heeft ook een podcast samen met Charlemagne. Die gast is echt heel erg grappig. Ja, ik denk dat hij heel erg groot gaat worden. Even kijken. Ik hoop nog steeds dat Jim Norton gaat ontploffen ooit. Ik denk het wel. Ik heb het gevoel dat hij al week voor hoeveel jaar bezig. Al 25 jaar. En hij zit altijd net onder de surface van bekendheid worden. Dus ik heb het gevoel dat... Maar, ik bedoel, hij heeft toch wel een behoorlijke schare fans. Ja, maar hij is niet mainstream, nog steeds niet. Nee, niet mainstream. Maar dat komt ook omdat hij wel heel niet blue werkt. Hoe heet het? Blue? Nee, juist blue. Juist wel blue, ja. Ja. Klopt.
Ja, er zijn zoveel. Ik heb toevallig gisteren een hele nieuwe webseries gezien van Nick Swardson. Comedian waarvan ik denk, die is ook nooit echt ontploft, maar die is zo fucking grappig. Ja. Ja, er zijn er zoveel, man. Over een paar weken in de Meervaart komt Steven Lynch. Ja, Steven Lynch, ja. Ook zo'n gast die al heel lang bezig is en nog steeds niet... Een briljante one-line is... Nee, Steven Lynch is die gast met die gitaar. Die zingt eigenlijk comedische... Oh ja, klopt. Ja, nee, ja. Ik had het verkeerde even inderdaad. Hij is fantastisch. Ja, dan moeten we misschien samen gaan. Ja, dan moet echt die gast geweldig. Top, man. Comedy, pas je dat ook gewoon toe in je dagelijks leven? Ook gewoon zelf? Naast dat je gewoon 2 uur per dag spendeert om comedy te kijken en op te zoeken. Maar hoe pas je dat ook gewoon in je realiteit toe? Ja, sowieso ook in mijn werk heel veel. Dat denk ik ook wel. Ik bedoel, ik schrijf ook veel scripts en ik bedenk veel formats. En ik probeer eigenlijk altijd wel comedy erin te verwerken, wanneer dat kan. Mm-hmm. Dus ja, ik denk wel dat ik er ook heel veel aan heb. In mijn werk. Je humor, ja. Denk, zeg 100%, maar, ja. Spring jij eruit? Dus is dat ook gewoon wat jou dan als regisseur uniek maakt? Jouw humor? Is dat het voornaamste? Of? Ja, ik denk wel dat ik me daarmee onderscheid. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ja. Onderscheid. Nee, ja. Top. Maar wel grappig dat je... En dan merk je dat dan ook in relaties? Dat humor, vind je humor ook gewoon heel belangrijk in een relatie? Ja, zeker weten. Misschien wel... Het belangrijkste, ja. Naast seks, weer een berichtje. Zeker mooi. Ja, nee, tuurlijk, ja. En ook met mijn vrienden. Ik heb best wel veel vrienden, waaronder jij ook, die eigenlijk best wel walgelijke mensen zijn. Van helemaal geen aardige, maar wel grappig. Ik vind humor belangrijker dan dat ik je een leuk, lief persoon vind. Ja, maar toevallig vind je het allebei bij mij. Ja, ja. 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 Nee, dat is waar. Dat vind ik wel leuk, want dat is eigenlijk ook gewoon wat ons ook wel bindt. Ik bedoel, weet je, heel veel broers kunnen niet met elkaar opschieten, maar nee. Het is echt ook onze humor dat elkaar gewoon toch zeg maar, ja. Met elkaar trekt. Ja. En we weten absoluut van elkaar dat we afgrijzelijke mensen zijn. Gewoon ja. Diep van binnen. Oké, okay, ik ook niet. Ja, okay. Jij ook. Ja. Ja, ik wil hem ook even teruggeven. Ja, volwassen. Ik sleep jou mee dan. Heel volwassen. Ja. Nou ja, goed. Makkelijk. Nee, heel makkelijk voel ik die. We gaan zo afronden. Naar wie kijk je steeds? Ik weet het niet. Ik hoop dat iemand kijkt. Dus man. Ik heb er een harde hoofd in. Oké, ja. Nou ja, ik vind het hartstikke leuk. Gesprek. Ik vond het komisch. Ja. Dus, komt oké. Ja, mooi. I can take it or leave it. Ik geef hem 2 duimen omhoog. Yeah. Maar zijn er, we moeten in ieder geval opletten op de webserie dat gaat komen. Ja. Is er nog iets wat je nu kan promoten, wat net uit is? Of is er iets gewoon van, hey, kijk mij Stefan Mieras zijn? Ja, dat sowieso. Check mijn website. En ik hoop dat ik volgend jaar ben bezig met een passieproject. Passie? Ja. Passie is zeg maar dat gevoel als je een hart hebt. Dat gevoel, dat warme gevoel als je iets doet dat je denkt, ik doe iets met passie. Nee, ik wil volgend jaar wil ik een circus beginnen voor en met katten. Prachtig initiatief. Daarmee sluiten we af. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel voor je komst. Ja, ik zou hem afsnijden bij onderscheid. Die poepgrap, en daar zou ik hem afknappen. Nee, man. Okay. Deze show dat draait om poepgrappen. Oké. Okay. Hey, thanks. Hey. Nog daar, ja. Dankjewel voor je komst.